Omdat Hare Majesteit de Koningin systematisch verzuimt om het volk op 1 januari toe te spreken, lijkt het me verstandig als ik in dit gat spring. Het is wel 2 dagen te laat, maar dat komt door het uitzendschema van BNN. Dus namens alle medewerkers van BNN, die ik hierbij meteen oproep om weer eens op het werk te verschijnen, en wel als de sodemietrij, wens ik iedereen een voorspoedig 1999. Dat al je wensen en dromen maar uit mogen komen. Alhoewel ik 1 publieke omroep per decennium erbij wel genoeg vind. Nou ja, genoeg omroepzaken, nu de echt belangrijke dingen. Sinds eergisteren leven we in Euroland. De gulden, dat is iets van vroeger. We hebben het nog 3 jaar in onze portemonnee, maar op bank- en giroafschriften staat alles al in euro's vermeld. En ik word daar niet vrolijker van. We houden minder dan de helft over. En ik had mijn salaris al eens een keer zien halveren toen BNN voor commercieel publiek werd. En nu, na een half jaar keihard werken, wordt het nog minder. Als het zo doorgaat, kan ik me binnenkort weer melden bij het ziekenfonds. En ik trek daar al behoorlijk wat zorg weg. Dat binnenkort zullen hele volkstammen creperen. Advies nummer 1. Niet ziek worden dit jaar. Ja, en de rest wordt natuurlijk te grazen genomen door de millenniumbuk. De millenniumbuk. Als ze die nieuwe Volkswagen Kever nou zo genoemd hadden, had ik er tenminste nog om kunnen lachen. Maar als ik de berichten moet geloven, over 362 dagen zullen wij op computergebied een waar Armageddon meemaken. Complete chaos, anarchie. Ja. Nou, ik geloof er geen reet van. Het is 1 grote doorzichtige truc van de informatica-branche om de omloop in software te verhogen. Advies nummer 2. Buk de system. Compleet negeren dat millennium gelul. Maar ja, voor sommige mensen is het al te laat. De harde schijf in hun kop is compleet gecrashed. Want Brigitte Kaandorp is de populairste artieste van het land. Wie? Brigitte Kaandorp. Ze hebben aan 700 volwassen mensen gevraagd wie ze de leukste artiesten van het land vonden. En Brigitte Kaandorp werd het meest genoemd. 13% van Nederland vindt Brigitte Kaandorp leuk. 13%, dat zijn 1.950.000 mensen. Brigitte Kaandorp. Is 13% van Nederland volkomen krankzinnig? Is 13% van Nederland debiel? Heeft 13% van Nederland een klap met een schep gehad? En het wordt nog erger, want 10% van Nederland vindt Tineke Schouten kennelijk leuk. Tineke Schouten! 9% Karin Bloemen, 8% Treintje Oosterhuis en 5% Willeke Alberti. Een simpel rekensommetje leert ons dus dat 45% van Nederland een klap met de schep heeft gehad. En een behoorlijke klap te dicht bij de molen heeft gestaan. Jonge, jonge. Advies nummer 3. Als je werkelijk niets kunt, je hebt 0 talent, laat lekker het okselhaar onder je armen groeien, koop een tweedehands ukulele, doe een tuikbroek aan, boek een theatertour en aan het eind van dit jaar ben je populairste artieste van Nederland. Maar ja, wat betekent dat in 1991? Niks. Het is een jaar van niks. Geen Olympische winter- of zomerspelen. Geen EK of WK voetbal. Niks. Nada. Noppes. Vandaar al die gezochte dingen als de millenniumbug, de Volkswagen Kever, de euro, de terugkeer van Viola Holt op tv. Advies nummer 4. Bij gebrek aan beter. Doe wat Prins in 1982 al had voorzien. Oh,
Dit was de voorzitter. Dit was de waarheid. Goedenavond. Brigitte Kaandorp. Tineke Schouten. Dan lul je toch niet meer?